De nieuwe dienstregeling van NS betekent een ingrijpende wijziging qua bereikbaarheid van de dorpen Akrum, Grauw-Jeersum en Wolvenga. In de huidige situatie zijn er 2 treinverbindingen per uur richting Zwolle, waarvan 1 rechtstreekse verbinding. Met de komst van de nieuwe dienstregeling gaat het aantal treinen per uur richting Leeuwarden omlaag naar 2 treinen tijdens de spits. Daarnaast verdwijnt de rechtstreekse verbinding vanuit de dorpen richting Zwolle. De belangen en ondernemingsverenigingen van het dorpen zijn hier niet blij mee. Zij geven aan dat het voor reizigers uit de dorpen en omliggende omgeving nu aantrekkelijker wordt om bijvoorbeeld eerder de auto te pakken. Iets wat haaks staat op de visie richting duurzame en energie-neutrale dorpen. De nieuwe dienstregeling levert hier een negatieve bijdrage aan. De toeristenbranche, een belangrijke inkomstenbron voor de dorpen, zal minder worden gezien door de geringe bereikbaarheid. De belangen en ondernemersverenigingen hopen dan ook samen met NS tot een passende oplossing te komen. Vandaag is het Nationale Veteranendag van de Jupiler League. Militair en veteraan Peter Berendsen gaf daarom een presentatie op IKC Het Palet over zijn uitzendingen in Afghanistan en Irak. Wij gingen hierover met Peter in gesprek. Waarom vindt u het zo belangrijk dat kinderen hiervan op de hoogte worden gesteld? Dat de kinderen weten dat het niet overal veilig is zoals wij het hier gewend zijn. En dat ze zich goed moeten beseffen. Dat ook andere kinderen zijn het op een andere manier. En dat het niet vanzelf staat en dat we er elke dag met z'n allen voor moeten blijven werken. Hoe brengt u die boodschap het beste over? Ik hoop dat door mijn verhaal en de beelden, dat het duidelijk genoeg is. En ja, echt op benadrukken, ook bijvoorbeeld met de opdracht die ze nu hebben, dat ze er even over gaan nadenken, dat we met elkaar daarvoor moeten gaan. Wat vindt u van Veteranendag, Nationale Veteranendag? Ik vind dat een heel mooi iets. Ik ben er zelf helaas nog niet geweest. Ik ben gestrand met de motor vorig jaar. Maar ik vind het een heel leuk iets. En het is echt, vooral degene die de dienst verlaten hebben, is het een hele belangrijke dag. Om je oude maten weer te zien. En vooral als je negatieve dingen hebt gehad, om met elkaar weer te kunnen delen. Wat staat er het meest centraal tijdens Veteranendag? Het samen zijn. In razendsnelle vaart stormen we af op het culturele hoofdstadjaar 2018. Speciaal voor alle jakkeraars, drukdoeners en bezige bijen die even op de pauzeknop willen drukken, organiseert Kunstwork woensdagavond 13 december 2017 een dwarskijkerslezing en een debat over de waarde en kwaliteit van stilte en rust en het fenomeen slow art. Nemen we nog wel de tijd om doelloos voor ons uit te zaren en inspiratie en creativiteit tot ons te laten komen? Filosoof en schrijfster Joke Hermsen neemt het publiek mee in een pleidooi voor tussentijd.